Ik heb dat net solo gedaan, dat was de eerste met de 5 kills in me. Solo 5 kills. Redacted. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Every journey begins with a single step. This is step one. Oh, it's not real, man. Collect the map cards. Ja, je moet dat wel springen, man. Je springen allemaal. Je moet 5 man killen. Als je er een doet, die dropt het paard op de een of de ander. Eliminate all targets in the AO. Ah, shit. Heb je er alleen neergeschoten? Gedowned en dood, ja. Maar op dak. Oké. Op zich niet zoveel uit, ik moet eigenlijk gewoon niet horen. Ah! Ja. Ik heb de maps. Ah ja, oké. Ja, tuurlijk ben ik dood. Ja, maar dat is best uit te kunnen gebeuren. Waar is de key? Hier. My god, man. Heb je een helikopter? Nee. Iets te rijden? Een boneyard, man. Een boneyard. Light vehicle here. Piss off, dude. Oh ja, het is voor het team. Want ik heb geen 5 kills en jij. Samen hebben we 5 kills waarschijnlijk. Wacht, waar zit je nog daar? Oké. Go. Boneyard. Waar is dat nou weer? Rechts, hier rechts. Rechts, oké. Heb je de key? Ja. Oh, ik ga er nog naartoe. Ja, waarschijnlijk. Iedereen doet hetzelfde, hè, man. Oops. Sorry. Oké. Hoe lang hebben we nog? 12 minuten. Oh, dat is maar rond. Het is niet een boneyard, het is op de hills daar. Hier links, daar ben ik achter ergens. En dat heeft niet erop. Good thing we are shooters and racers. In een bunker, denk ik. Ah, ja. Oké, krijg de map. Let's go.
Crack the map code. Ah, breng die not armor, breng die not armor. Want wield de weapon, moet je gaan zoeken op de map. De map. Oké, okay, go. Hier. Moving. Oh. Ik denk, waarom red je nu niet? Nice. Zo, kijk op de map. Hier. Ergens. Wat moet ik kijken? Oh, die crate hier. Waar? Hier. Hier. Links. Achter u. Ah. Ah. Oké. Mapcode. Wat was mapcode? Wat is C2? Mapcode in C2, waar is C2? Was C2? Op de map, op de grid. Open uw map, C2. Zie niks. Dam. ABC, weet je? Ah, wat zeg je zei nog eens? C2, daar link map coordinates, C2. Ja, dat is de dam. Weapon blueprint. Nu moeten we Woods ontmoeten. Woods is er ergens. Dam zelf of boven? Dat is niet duidelijk. Nee, we moeten die daar ergens zoeken. Die zal waarschijnlijk in de dam zitten. Something. Oh my god, man. Seriously. Good thing we're racers. Ja. Is je aan het streamen per toe? Nee? Nee. Oké. Ik ben al wel aan het recorden. Ik zal dat stuk eruit knippen. In twee. Hier ergens? Ja, ik denk dat het in de dam zelf is en C2. Oké. Where are you, Mr. Woods? He's hiding. Oh, hier is hem. Ah. Good work, soldier. Telefoon gaat. Wield the weapon. Wat betekent dat? Ja. Complete. Ah, waar zijn we nu? Waar in een telefoon ga je? Ja, dat is dus die hebben de bunker 11. Oké, let's go. Zullen we dat nog heel of is hier? Wat hebben we gekregen? Oh, de blueprint. Helikopter is hier. Oké, okay, helikopter dan. Helikopter. Nice mission incoming. This crisis with a violent change of... Wat is het probleem? Transmission incoming. Oh, what the fuck, man. Oh, in de buurt van het stadion, man. In de buurt van het stadion. Transmission incoming, en dan krijg je, als de tijd daarop is, binnen 6 minuten, dan is de go to the stadium as fast as possible. Mm-hmm.
Oh crap, I have two snipers. Yeah, we got a blueprint from Woods, huh? He gave us a weapon and he took our weapon in return, I think. M13 heb gepakt. Oh. Iets anders pakken. Wat moeten we nu doen? Wacht. Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Je verliert je wapens. We moeten nu eigenlijk 4 minuten en een half wachten totdat die transmission incoming. Oh, we zijn er nog niet in, want je hebt die dingen hier, hè? Voor stans hier. Zien we wat er hier in de wind. Er is nog iets, hè? Hier, die dingen hier. Op de muren. Ja. Er staan er hier op dit niveau. Rondom staan er 26 van de die. Dus dat is een soort of code, hè? Met 26, ja, er zijn 26 letters in het alfabet. Dit is wat we hebben. En op het tweede verdiep staan er van die zwarte dingen op de grond. Een soort van morsecode of iets. Dus dat is een of andere easter egg, hè? Zien of als we op tweede geraken. Voor de pak geraken we hier op tweede. Oh, in de hoek. En dan ook kunnen op tweede geraken. We've done all steps. But I've done it solo, that was a bit of a mess. I think I had like 5 seconds left when I reached the stadium. Oh. Come on, man, what is this trash? Nope. Is iets met dat wapens, hè? Ah. Huh? Allee. What the fuck? Can't. Yeah, normally you get up here. Okay, let's proberen. Ja. Oké. Okay. Hier heb je die zwarte dingen hier. Ja. Op de grond hier. En dat is zo rondom het stadion op dit verdiep. Dat is hier een verder code die moet gebroken worden. Samen met die recticles daar beneden. 2 minutes, transmission incoming. We overleven de wapens toch zijn. Want ik liep hier rond zonder wapens. One minute and 40 seconds. Oh, the shooting of wapens. Ik heb gehoord dat je in het stadion moest, dus. En dan krijg je een charm, een emblem. Ik heb 2 blueprints, ik weet niet waar het die andere komt. Ja, dat ding dat we hier in ons handen nemen, die krijgen we.
Dat is je marksman, maar ik heb ook een assault rifle, maar ik weet niet welke het is, want... Ik heb me daar zoveel zitten dat ik niet weet... Dat battle pass, hè. Ik heb al 2 maanden battle pass. Oh, I love you for coming. Ik krijg altijd de punten terug, dus je kunt altijd die volgende battle pass kopen, hè. Ik had eigenlijk kunnen wachten, want dat was eigenlijk stom, hè. Ik heb 900 punten. En dan heb ik voor 10 euro 1100 punten bijgekocht. Dus dan heb ik er 2000. Maar als ik gewoon nog een week gewacht had, eigenlijk 1000 punten gehad, en dan kon ik gewoon die battle pass kopen elke keer. Nu heb ik er 10 euro tegenaan gegooid eigenlijk voor niks. 1, 2, 19, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0. That was a long code. Yeah, we probably had to write that down. Understand what's going on around you. You are in a state of war, and you have precious little time to save yourself. Your last job. Finish the job. And now? Run to the stadium. What the fuck? We were at the stadium. Ruud and Alofman. It's a slow process, which we call active measures. The first stage being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. The next stage is destabilization. What matters is essentials. Economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis, with a violent change of power, structure and economy, period of normalization. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to put a big brother government in Washington, D.C., who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfilled or not. Closer. The danger is real. Ziet er wel cool uit, graphics. Years of blood. Ja, 90 euro, Ultimate Edition. World. 5 days ago, we acquired intel. Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead! Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Well, that's a trailer, eh? Gameplay probably looks quite a lot different. I know you won't fail us. Pre-order
digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare, including Warzone. Looks good. Leave game. Should I leave the game? Yeah. Okay, so we got. Now you got emblem, yeah, calling card. Yeah, and two blueprints I got. Pre-order now. Where that. I didn't get any. Playlist available update. Okay. No, okay. Know. Yeah, we got the normal game back. So weapons, armory, marksman rifle. So this Bay of Pigs is a new one. Okay.